Hey, mijn naam is Dave Rijmakers en super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Ja, je ziet, ik lig hier op de grond, want ik heb namelijk een tof project voor jullie. Ik heb vandaag namelijk eigenlijk een alarmsysteem gemaakt. En het alarm staat in twee bokjes. Als eerste aan de linkerzijde een laserstraal eigenlijk. En de rechterzijde een laserontvanger. Zodra de laserstraal loopt, geen probleem. Er zal geen alarm zijn. Maar als de straal onderbreekt, ja, dan zul je horen dat het een irritant geluid gaat worden. En in deze video laat ik jullie vandaag zien hoe ik dit heb gemaakt. Zo zeker zeggen, als je benieuwd naar bent, doe vast alle duimpjes omhoog. En zie ik je zo meteen naar de intro. Daar gaan we dan. Hey, mijn naam is Dave Rijmakers en super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Zoals je net in de intro konden zien, gaan we vandaag eens een eigen alarmsysteem maken. Maar het alarmsysteem bestaat uit twee delen. Als eerste hebben we hier een zender. En die zendt een laserstraaltje uit. Die wordt opgevangen door het tweede component. En de tweede component zal gaan beslissen, ja, moet de alarm afgaan, ja of nee. De twee elementen staan recht tegenover elkaar. Als ze zo staan, niks aan de hand, wordt de laserstraal onderbroken, zal het alarm afgaan. Maar wat heb je hier nodig? Als eerste voor het lasercompartiment twee batterijen, of een batterijhouder bedoel ik eigenlijk, en een laserdiode, dat is deze. Die kun je heel simpel kopen in China, maar je kunt ook even naar de Action bijvoorbeeld gaan en een laserpen kopen, dan ben je gelijk in één keer klaar. Maar ik ga het hier in deze unit doen. En voor het alarmgedeelte hebben we iets meer nodig. Als eerste ook een power supply, dit voor elkaar voor 4,5 volt. Je mag gewoon powerbank 5 volt gaan, dat is eigenlijk hetzelfde. We hebben daar een paar kabels nodig. We hebben een schakelaar nodig om het alarm aan en uit te zetten. We hebben een irritante zoomer nodig, die kun je simpelweg ook bij de Action halen. En geloof me, als je die aanzet, dat ding maakt een rotherrie, dus die wil je echt niet hebben dat die afgaat. Zo, doet echt zeer. Vervolgens hebben we nog een relais nodig, dit is een 5 volt relais. Erg belangrijk, want we werken met een 5 volt systeem. 5 volt relais. We hebben volgens een fotoresistor nodig, nog een weerstandje en we hebben nodig een ledlampje. Een ledlampje is optioneel, maar die geeft aan of je genoeg stroom hebt, ja of nee. Nou, wat gebeurt er dan eigenlijk? Op het moment dat de laserstraal gaat schijnen, zal die op die fotoresistor komen. De fotoresistor gaat bepalen, zie ik iets, ja of nee. Zegt hij ja, ik zie iets, dan zal dit relais gaan schakelen. Nou, het relais geeft eigenlijk twee opties aan. Of iets is aan, of iets is uit. Op het moment dat de fotoresistor zegt, ja het is aan, hij is in ieder geval high, zal de relais aanspringen en dat betekent dat hij onder spanning gebracht wordt. Dan zullen deze contacten open komen staan en die zijn vastgebonden aan onze magneetsensor. Dan voegen zat hier een magneet op, die gaan we overbruggen en die gaat dus eigenlijk zeggen, zolang jij oké bent, dus ben je ingeschakeld, gaat het alarm dus aan, of uitdoenlijk. Mocht de laserstraal onderbroken worden, zal de fotoresistor niks meer vinden, het relais springt eruit en hij gaat af. Dit betekent dus ook, mocht iemand de kabels doorknippen of zoiets, geen probleem. Deze heeft een eigen batterij, dus je zal gewoon door blijven zoomeren. Het nadeel is wel, daarom komt er ook een schakelaartje op. Als deze batterijen leeg zijn, ja helaas, gaat je alarm ook af. Maar dat is misschien voor een volgende video. Oké, hoe gaan we alles in elkaar zetten? Nou, als eerste ga ik even over het draad aan vastsolderen, dat het een mooi één geheel wordt. Dan kom ik zo meteen bij jullie terug als ik de testvoorstelling heb. Nou, ik heb hier alles al bij elkaar liggen. Als eerste hebben we hier de zoomer, die zo meteen onze herrie gaat geven. Ons schakelaar. De fotoresistor, het ledje met onze weerstand, de relais, power supply, batterijhouder en vervolgens ook de draden. Het eerste wat we gaan doen is zo meteen over twee draden vast gaan maken aan onze fotoresistor. Zo. We gaan ook twee draden vastmaken aan onze led met onze weerstand. En deze gaan rechtstreeks naar onze batterij toe. Vervolgens gaat de fotoresistor aan onze relais vast en de batterij ook aan onze relais vast. En aan de output, dat is aan deze kant, komen nog twee draden aan te zitten en die gaan naar onze zoomer toe. Nou, dit is misschien een beetje lastig als ik zo even ga uitleggen, maar ik kom even een schemaatje in beeld hoe ik het wil gaan maken. En dan kom ik heel even tussendoor met een kleine vraag aan jullie. De feestdagen komen weer bijna aan, dat betekent dat we massaal inkopen gaan doen. En mijn vraag is ook, als je mij wilt helpen met YouTube video's maken en je wilt dingen toevallig op bol.com bestellen, wil je dat doen via het linkje wat hier onderaan de beschrijving staat. Dat is namelijk een affiliate link en dat betekent eigenlijk, als jij aankopen doet op bol.com, via het linkje hier onderaan, dan zal ik daar een kleine bijdrage van bol.com voor krijgen. Natuurlijk kost het voor jullie niks extra's, dus voor jullie blijft het alles hetzelfde, maar je helpt mij wel heel erg met het maken van deze video's. Dus nogmaals, wil je mij helpen en dingen bestellen op bol.com, ga voor het linkje in de beschrijving en doe daar je aankopen. Maar laten we eerst verder gaan met de video zelf. Nadat alles goed vastgesoldeerd is, kunnen we eigenlijk verder gaan met onze sensor zelf. En dit is dus een sensor die zoveel lawaai maakt. Nou, als je hem openmaakt, zie je dat hij uit verschillende onderdelen bestaat. Als eerste natuurlijk de batterijen. Vervolgens hier een printplaatje in met de schakelaar.
En met schakelen kun je hem handmatig aan uitzetten. Hij staat nu natuurlijk uit, want anders zou het al lang mogelijk afgaan. Hier aan de bovenkant zit een capacitor en die gaat een soort irritante geluid aansturen. En de piezo hierbovenaan, die maakt het geluid. Dan zie je volgens aan de zijkant, misschien moeilijk te zien, een staaf zitten. Dit is een read switch. En die read switch bepaalt eigenlijk, is hij open of niet. Standaard is hij open, de verbinding is open. En dan gaat hij dus de irritante geluid maken. Doe je er een magneet tegenaan, zal de verbinding gesloten worden en zal hij stoppen met geluid maken. Maar wat gaan wij doen? Wij gaan hier onze draden ook aan vastsolderen. Dat zijn de draden die het zometeen hier naar ons relais toe gaan. En ons relais fungeert ze eigenlijk als een magneetschakelaartje zelf. Nou, die gaan we hier onderaan vastsolderen. Dus deze komt hier te zitten. En de paarse komt hier aan de andere kant zitten. En dit gaat weer naar onze sensor. Nou, ik ga even wel vastsolderen. Kom ik zo meteen weer terug met een demo. Nou, we zijn met z'n alle componenten klaar en kunnen ons vast gaan maken. Maar laten we eerst beginnen hier met de power supply zelf. De batterijen. Als eerste komt er hier de plus aan de plus van het lampje vast te zitten. En ik ga 1 plus van de fotoresistor vastzetten. Die komen aan elkaar. Twist ik even in elkaar. En vervolgens gaat de min van de lamp. Die twist ik aan elkaar. Ja, en toen viel de camera uit. Dus ik doe het even op deze manier. Maar hoe gaan we nou precies aansluiten? Als eerste gaan we kijken naar de laser zelf. De laser bestaat uit 2 AAA batterijen. We gaan de plus van de batterij verbinden aan de plus van de laser en de min van de batterij aan de min van de laser. Nou, bij het schakelsteen is het iets lastiger. Het schakelsteen bestaat uit 3 batterijen en intern, zoals je ziet, worden de batterijen aan elkaar gekoppeld. Als eerste gaan we van de plus van de batterij een draadje rechtstreeks naar ons relais brengen. En dit draadje komt op de middelste van de relais staan, oftewel de plus. Vervolgens gaat er ook een draadje van de plus van de batterij richting een weerstandje en van het weerstandje naar een ledje en uiteindelijk weer richting de min. Zo zal je constant zien of de batterij aanstaat, ja of nee. Heb je dus genoeg power, ja of nee. Nou, volgens mij de laatste draad en die gaat van de plus van de batterij richting een fotoresistor. En deze fotoresistor gaat kijken hoeveel licht er is. Wanneer er veel licht is, dan zal de relais uiteindelijk open gaan klappen. Is er te weinig licht, zal de relais gaan sluiten. Dus we gaan ook een draadje maken van onze fotoresistor richting de trigger van onze relais. En als laatste moeten we van de min van de relais af een draad maken richting de min van de batterijen. En zo krijg je op dit moment een mooi circuit. Laten we aan de voorkant van de relais klaar zijn, kunnen we naar de achterkant van de relais gaan. En de relais heeft in ieder geval 3 outputs. Dat is de common, en dat is de vaste plus of de vaste min. Vervolgens heb je normally open, die is normaal gesproken open. En wanneer de relais aangaat, zal die gaan sluiten. En je hebt ook een normally closed, die is normaal gesproken gesloten. Maar als de relais aangaat, zal hij open gaan. Ik heb een draad vanaf de common richting onze buzzer gebracht en intern is de buzzer ook aan een schakelaartje gericht en volgens ook aan de batterij. En als laatste gaat ook een draad van de batterij weer terug naar onze relais, zodat we weer een mooi gesloten circuit gaan krijgen. Nou, zo wil ik hem gaan maken, dus ik zou zeggen laten we weer teruggaan naar de studio en dan ga je zien hoe dat ik hem in elkaar ga zetten. Ja, en als we dan klaar zijn, dan is dit uiteindelijk het resultaat. 2 boxen. Als eerste een laser unit. Hier komt een constante laser uit en die gaat dus richting ons apparaat. En vervolgens ook ons alarmsysteem zelf. Nou, de laserbox is gewoon heel simpel. Dus ja, 2 batterijen erin en een gaatje waar de laser uitkomt. Nu denk je dat het vrij moeilijk te zien is. Maar als ik op mijn hand schijn, misschien zie je dan de rode stip. Ja, met studiolampen aan is het vrij onhandig te zien. Maar in het shot wat je net hebt kunnen zien, heb je duidelijk de laser kunnen zien. Maar vervolgens hebben we de tweede unit. Als eerste een aan- en uitknop. Dan kun je eigenlijk gewoon de batterijen aan- en uitzetten. En zal de zoomer even stoppen, ja of nee. En we hebben hier een lampje die geeft aan of de batterijen nog goed zijn, ja of nee. Nou, het lampje kun je nu niet zien. Dat is een heel zwak ledje wat brandt, zodat het minder stroom verbruikt. Maar met deze studiolamp aan is het vrij moeilijk te zien. Aan de andere kant, daar zit onze input unit. En daar zullen we zo meteen het signaal in moeten gaan sturen. Zodra de lamp opschijnt, stopt het alarm. Gaat de lamp weg? Ja, jammer dan. Gaat het alarm ook loeien. En geloof me, dat ding maakt een herrie. Dat kan ik je wel vertellen. Hoor je dadelijk wel. Als we de boxen openmaken, zien we eens onze batterijunit erin zitten. De batterij goed indrukken. Dan zie je het relais in zitten, die als gaat aansturen, et cetera, et cetera. Nou, wat gaan we doen? Ik ga even de batterij goed inklikken. Nou, ik heb hier onze laserunit. En als die volgens gaan schijnen,
op de input, zal hij uiteindelijk een voltageverschil krijgen hier en zal ze gelijk gaan aanspringen. Nou, nu is het met de studielamp een beetje lastig, want hier heel veel licht is. Ik heb even een zaklamp bij me. Je zult ook zien, als ik met de zaklamp opschuin, gaat dat rood lampje aan, of onze relais switch stom. Nou, als ik hem weghaal, gaat hij volgens ook uit. Nou, we kunnen nu gaan testen. Dus ik ga de lampen voorhouden, want anders gaat de sirene gelijk af natuurlijk. En ik ga het schakelaartje van de batterij omzetten. Is een beetje onhandig met één hand. Nou, ik heb dit met de sirene aangezet. En als je goed kijkt, zie je dat het lampje op het relais ook wel rood is. Oftewel, onze sirene staat dus uit. Ga je de lamp weghalen, zullen we zelf horen dat de sirene afgaat. En dan weten we dat er een inbraak is. Ga je dus weer je lamp terugschuinen, zul je weer zien dat de sirene uitgaat. We gaan het even testen. De lamp gaat weg. En je zult zien, het maakt een flinke herrie. En dit blijft eigenlijk doorgaan totdat je ja, een beetje reset hebt eigenlijk. Oftewel, een super snel en super handige manier om te detecteren of iemand voorbij je sensor loopt, ja of nee. Ik ga het snel even uitzetten. Want dan maakt best wel een herrie zoals je hoort. Nou, ik heb dus even uitgezet. Zo, ik heb de sensor even uitgezet, want zoals je merkte was een ontzettende herrie. Maar het werkt dus wel een systeem wat ontzettend goed werkt. En vooral wat heel erg snel werkt. Nou, ik heb er nu een zoomer in gezet, een best wel herrieachtige zoomer. Maar je kunt het zo gek bedenken als je zelf wil. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om hier een sensor aan te gaan hangen die ergens verderop een geluidje geeft. Je kunt er een zwaailamp op vastmaken, et cetera, et cetera. Jij kunt zelf bedenken hoe ver je kunt gaan hiermee. Nou, omdat deze box oorspronkelijk bedoeld is om buiten te gaan zetten, kun je wanneer je de deksel opzet ook heel simpel buiten gaan zetten. En veranderd we deze kant en deze kant met lijm dicht hebben gemaakt, zodat er wel licht doorheen komt, maar geen water, weet ik zeker dat deze box ook waterdicht is als je hem buiten gaat plaatsen. Oftewel, een hele handige starter set eigenlijk, wil ik haast zeggen, die je zelf kunt gaan uitbreiden naar welke wensen je zelf ook maar hebt. Zo ben ik heel benieuwd of jullie nog een leuk idee hebben wat ik hier aan het alarm toe kan gaan voegen. En misschien ga ik in een van de volgende video's wel dit toevoegen hier aan het alarmsysteem. Nou, ik zou zeggen, mocht je vragen hebben of mocht je weer willen weten, stel de vraag gerust die onderaan de reacties en dan kan ik heel graag voor jullie beantwoorden. En ik zeg maar één ding, en zoals van Brabant natuurlijk, houdoe en bedankt.